Het is donderdag 24 januari. Dit is Flevoland. Bewoners zijn afvaldumpingen zat. Straten besmeurd met olie uit vuilniswagen. Kinderen waren vandaag de baas. Goedenavond. Afvaldumpingen, overvolle containers, algehele viezigheid. Bewoners van Stedenwijk Noord in Almere zijn de overlast van afval in hun wijk spuugzat. En daarom willen ze dat de gemeente nu actie onderneemt. Anne Bozua en Rob Verbeek die wonen al zo'n 40 jaar in de wijk en ze storen zich behoorlijk aan de afvaldumpingen. Dit is een typisch voorbeeld van hoe het dus niet moet. En het punt is, er komt steeds meer bij. Hè? Ja. Want ze gewoon er weer bij gooien. Ja. En wie doet dat dan? Ja. De bewoners. Maar daar staat geen naam bij. Er staat geen naam bij. Ik ben een keer s'nachts naar de wc geweest en dan zie ik er ook eentje met een zak. Dit groot kleurtje zak. S'nachts om 3 uur. Hè? Ja. Nou, normale mensen stappen, sorry. Ja, een zak bij. Ja. Nou, leg maar neer. De buurt wil dat dit verandert en organiseerde daarom een enquête. Wijkbewoners konden daarin aangeven wat volgens hen de oplossing is. De resultaten werden vandaag overhandigd aan wethouder Hoek. Zoals u kunt zien is de ondergrondse container toch als eerste uit de bus gekomen. Dankjewel. Een ondergrondse container zou volgens bewoners dus een oplossing kunnen zijn. Daarnaast willen ze dat de gemeente boetes gaat uitdelen aan wijkbewoners die zich niet aan de afvalregels houden. Maar volgens wethouder Hoek ligt er ook een taak voor de buurt zelf. Elkaar aanspreken, dat is niet alleen maar de buurman op het moment dat hij zijn afval buiten zet, maar ook op een andere manier met elkaar bij elkaar komen. Ludieke acties, er zijn heel veel verschillende manieren om dat aan de orde te stellen in een wijk. Toch heeft Rob Verbeek daar slechte ervaringen mee. Als je ze aanspreekt, dan zeggen ze, ja, maar een ander doet het ook. Ja, maar als een ander in het water springt, spring jij toch ook niet in het water. En als je wat zegt, dan gooi je een steen door je eruit. Dus ik, is dat gebeurd? Is er een... Bij mij gebeurd. Bij mij is dat gebeurd. Wat had u gezien dan, waar u op had gereageerd? Nou ja, dat ze zakken, dat die zakken neergooiden door. Ik zeg, is dat normaal? Ja. Ik zeg, dat moet je in je container doen. Ja, wat bemoei je mee? Nou, ja. Dat is mensen hebben een kort lontje tegenwoordig. Je mag niks meer zeggen. Wethouder Hoek heeft gezegd dat hij over een paar weken teruggaat naar de Stedenwijk Noord. Dan gaat hij met de wijkbewoners praten over een mogelijke oplossing. Tja, en dan rijdt er een vuilniswagen rond om huisvuil op te halen. Dan kan het alsnog fout gaan. Bleek vandaag op Urk, waar de straten besmeurd waren met olie. Het waren honderden meters van verschillende straten die er vanochtend zo bij lagen. Om glijpartijen te voorkomen is er door de gemeente snel zand over de olie gegooid. Boosdoener van dit alles, deze vuilniswagen. Het is misgegaan bij het hydraulische systeem dat gebruikt wordt voor het ophalen van de vuilnisbakken. Een van de slangen is losgeraakt. Dat had de chauffeur van de vuilniswagen niet direct door. Dus hij is nog een flink stuk doorgereden voordat hij de wagen tot stilstand zette. Met als gevolg dus een lang spoor dat inmiddels met zand is bedekt. Voordat de vuilniswagen weer verder kon, moest deze eerst gerepareerd worden. Zou de chauffeur de motor starten zonder de kapotte slang te maken, dan zou er opnieuw olie gaan lekken. Aan het begin van de middag is de smurrie van olie en zand opgeruimd door een speciale reinigingswagen. Voor het tweede jaar op rij is Flevoland koploper met het aantal nieuwbouwwoningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 steeg het aantal nieuwe huizen in de provincie met 1,5%. Het landelijk gemiddelde lag op 0,9%. Binnen Flevoland werd het meeste bijgebouwd in Almere. De wolf is meer dan welkom in Flevoland. Dat stelt de Partij voor de Dieren in haar provinciale verkiezingsprogramma. Volgens de partij moeten schapenhouders leren omgaan met de wolf. Schapen moeten beschermd kunnen worden, maar niet door wolven af te schieten, zo vindt de partij. De schade die wolven aanrichten wordt overigens ook de komende 3 jaar nog vergoed. Dat staat in het wolvenplan dat alle Nederlandse provincies vandaag hebben vastgesteld. Vorig jaar kwam voor het eerst bewijs dat er in Flevoland een wolf heeft rondgelopen. In Zeewolde werden 2 doodgebeten schapen gevonden. DNA-materiaal toonde aan dat dit gebeurde door een wolf. Overal in het land doen de grote bazen, CEO's en politici vandaag een stapje terug. Zo'n 200 kinderen nemen de boel over. Tijdens het evenement Baas van Morgen ervaren de basisschool- en VMBO-leerlingen hoe het is om de baas te zijn.
De bazen van onder meer Almere City, de politie, Coloriet en het stadhuis maken vandaag plaats voor scholieren. De 13-jarige Selma Kalkoel is vandaag de baas van het Flevo ziekenhuis. Ik ben wel best wel heel erg zenuwachtig. Ik ben bang, zeg maar, dat als ik iets verkeerd doe, dat het verkeerd kan gaan of zo. En dan heb je als baas van het ziekenhuis ineens wel een hele grote verantwoordelijkheid. De organisatie van Baas van Morgen hoopt dat scholieren een waardevol contact opbouwen voor later, als ze zelf aan de slag willen gaan. Ze heeft interesse om in de zorg te gaan werken. En als wij daar op wat voor manier dan ook in de toekomst een rol in kunnen spelen, nou, dan zijn we er ook gewoon. De Baas van Morgen heb ik bij me. Ja, ik kan voor jullie meekijken. We doen dit elk jaar en de ervaringen zijn heel goed. Dit is een van de evenementen waaraan we deelnemen om contact te leggen met de jeugd, om ook interesse te genereren voor de werken in de zorg. We hebben ook zo onze eigen evenementen waarbij we jongeren in het ziekenhuis uitnodigen om rond te laten kijken. En onze ervaringen zijn echt heel positief. Wil je hier ook eventueel laten gaan werken? Ja, al sinds ik klein ben wil ik al in het ziekenhuis gaan werken. Is dit wel heel cool om achter de schermen te kijken? Toch? Ja, zeker. Ja, en dan moet je zorgen dat je naald, zie je hem zitten, ja, onder het vloeistofniveau zit. En dan ga je 1 milliliter optrekken. En dus is het voor Selma nu de kans om alvast kennis te maken met haar toekomstige droombaan. Ja, het is leuker dan ik eigenlijk had verwacht. Ik had al verwacht dat het leuk zou zijn, maar het is leuker. En wie weet is zij later wel de grote baas van het ziekenhuis. Nou, lijkt me prima. Lijkt me echt prima als op termijn hier in het ziekenhuis ook de baas kon zijn. Ja. Dat lijkt me wel heel vet eigenlijk. Om hier dan als baas te zijn, als kinderen later naar me opkijken van dit is heel erg goed wat ze nu doet, mensen helpen en zo. Zometeen deel 3 in onze miniserie over Bamboo Baby, de winnaar van Win je Winkel. Eigenaresse Caroline Beelen is druk bezig met de familie om de winkel in te richten voor de officiële opening. Het is killing, maar als het eenmaal 11 uur geweest is en iedereen heeft koffie, dan ga ik relaxen en genieten. Ja. Ja, dat zometeen. Eerst eventjes terug naar Urk, want de gemeente heeft grootse plannen met het park Noorderzand. Er is nog geen geld voor, maar de eerste schetsen zijn gisteravond al gepresenteerd. Het park Noorderzand op Urk rond zwembad Het Bun moet een opkikker krijgen. Het moet het sport- en spelbos worden met sportvoorzieningen, wandelpaden, een grotere visvijver en een zonneweide. Ik noem het zelfs wel als klein Central Park. Dus dat het een park is of een gebied is waar de Urkers elkaar ontmoeten, waar we recreëren en waar we sporten. En dat is zo veelzijdig. En het speelbos is natuurlijk ook een wens, want ja, dit is nu niet de plek. Wat de raad zegt van wat ideaal is. Ja, de huidige plek is niet goed, het ligt daar verrommeld, het blauwallig in de buurt, niet veilig genoeg vanuit verkeersoogpunt. Klopt. En toen is juist hier vanuit het huis gezegd van, hé, maar waarom niet naar die sportboulevard? Daar willen wij zoveel mee. Ruim 20 Urkers namen woensdagavond kennis van de eerste schetsen voor dat vernieuwde park. Nadat dinsdag de sportverenigingen al waren ingelicht. Net als toen zijn de eerste reacties positief. Wij vinden het alleen maar top dat er wat meer eigenlijk voor, ja, de kinderen en de burgers gedaan wordt. En ideeën waren gewoon echt heel positief. Als sporters worden wij er wel blij van. Wij zien het wel zitten. Ja, want u bent actief in de sport natuurlijk? Wij hardlopen. Ja, dus ja. Dan krijgt u een mooi parcours waarschijnlijk zo. Daar hopen we op. Nou, het lijkt mij heel positief. Ik vind het mooi. Onze buurt knapt op. En ik ben alleen een beetje bang voor de drukte qua parkeren. En, als iedereen hier naartoe komt, dan wordt het druk. Ja, daarom. Ja. Dus, dat vind ik wel een beetje een probleem. Maar de combinatie dat er wat meer vertier is, het speelbos erbij, sporten, vissen, zwemmen. Prachtig. Ja, ik heb 6 kinderen, dus dat kan helemaal goed. En dat inderdaad het speelbos, het natuurspeelbos, hier naartoe zou gaan, is dat een verbetering? Als ik de plannen zo zie, zoals ze nu gepresenteerd worden, denk ik van wel. De gemeente kijkt naar alle opmerkingen, onder meer over die voor de vrees voor parkeeroverlast rond het park. Mogelijk dat er kan worden geparkeerd bij Zalencentrum De Koningshof. De wethouder wil de voorstellen in februari voor het eerst met de gemeenteraad bespreken. Maar wanneer ze kunnen worden uitgevoerd is niet duidelijk. Want er is nog een probleem. Ik heb er nog geen budget voor. Ja.
Dus je moet dat nog in de raad vrijmaken. Maar als er eventueel bedrijven zijn die zouden mee willen betalen, en daar zijn ze op Europees misschien bereid toe, dan zou dat helpen. Jazeker. En ik hoor ook wel vanuit de sportverenigingen. En dat vind ik wel mooi de laatste tijd. Dat ook de sportstichtingen en verenigingen zeggen, ja, wij gaan zelf ook kijken hoe wij mee kunnen dragen hierin. Of dat amper zelfwerkzaamheid is. Of dat ze zeggen, we kunnen zelf, hebben wij budget. Dus dat wordt nog een hele spannende. Dus wie weet wordt het nog wel sneller dan u denkt. Oh, dat zou wel heel mooi zijn. De bevers trekken steeds verder de woonwijken in van Lelystad. Een van de waterdieren die schuilt al rond in de waterwijk bij, hoe kan het ook anders, de waterbever. Ja, echt, dit is een mooie plek eigenlijk om bevers te zoeken. Meer in de stad. Het is wel een mooie plek om wat te zoeken. Op zich komt het niet zo heel erg vaak voor, maar dit is vandaag wel een mooie plek om even bevers te gaan zoeken. Waar zitten ze dan? Nou, hier verder om de hoek. We moeten even zo een stukje door en dan zijn we er. Je zou het niet verwachten, maar toch is het zo. In de waterwijk, om de hoek bij wijkcentrum De Bever, zit een bever. En die voelt zich er prima thuis. Wat zie ik hier? Nou ja, wat je ziet zijn echt de vraatsporen en de boom is omgeknaagd. En je ziet hier nog mooie houtsnippers van de bever. En het is gegarandeerd een bever? Ja, dat is de enige die dat zo mooi kan met zijn beitel, bijna beitelachtige tanden hakt hij die bomen om. En dat is wat je ziet. Wat zoekt dat dier? Het dier zoekt eigenlijk eten en hij kan niet zo goed klimmen, maar hij houdt van schors, van bomen. Dus de manier om bij het schors te komen is om de boom om te knagen. Dan kun je er lekker bij, dat zie je ook. En klaarblijkelijk niet bang voor mensen, want gewoon midden in de waterwijk. Nee, het is echt midden in de wijk. Hè? En daar heeft hij verder geen last van. Hij zwemt vooral 's nachts, dus hier lekker rustig. En hij is heel vertrouwd bij het water. Hè? Zo gauw hij bij het water is, dan gelooft hij wel dat het allemaal veilig is. Als die boom hier omgeknaagd wordt, dan woont die bever ook hier? Nou, hier in afval in de buurt. Ik denk dat hij uiteindelijk van het Gelders Diep komt. Dat is hier een kilometer verderop. En dat past wel mooi binnen het beeld wat we hebben. De sporen zijn duidelijk. Een bever is vooral actief in het donker, maar een van de bewoners heeft de bever toch gespot. 'S Morgens vroeg om 5:30 dat ik hier de hond uit ging laten. En toen liep ik hier met de hond en toen hoorde ik hem knabbelen aan de boom eigenlijk. Toen heb ik er een foto van gemaakt. Ja, en daarna, toen ik terugkwam met de hond, was hij alweer weg. En dat was echt een fractie van 5 minuten dat hij er heeft gezeten. En meer heb ik er ook echt niet meer van gezien. Ja, fotootje. En hij was mooi dik, heel groot dik, maar voor de verdere was het een beetje te donker om hem echt goed te zien. Had u ook meteen door wat het was? Ja, want ik weet dat hoe een rat eruit ziet en die heeft een dunne staart. En een bever heeft een grote platte staart. Dus ja, daar zag je het meteen aan eigenlijk. Even verderop in Lelystad, bij de Jol, is een beverburg te vinden. Een grote bos takken bij het water. De bever woont onderin, veilig voor roofdieren. Nou kijk, dan zitten we bij de burcht. Eigenlijk is het een grote takkenhoop. Met takken en in het water zie je nog, onder water zie je nog wel wat takken van zijn wintervoorraad. Die heeft hij ook nog. En in principe zit dat hol hier beneden, of tenminste de opening zit hier onder water. En dan gaat hier naar boven. En dan heeft hij hier zijn kamer. En dan zitten de bevers nu lekker te zitten. Op de rand van de stad, wel een beetje natuurlijker gebied. Om toch veel bomen te hebben om te kunnen knagen. En hier zitten ze dan en gaan af en toe inderdaad lekker de wijk in. En dat zagen we natuurlijk net. Bij de waterwijk. De bever staat nog op de rode lijst van bedreigde diersoorten, maar de populatie is gegroeid. En hoe? In 1990 waren er nog maar 5 bevers in Flevoland. Nu zijn het er 250. Bevers zijn trouwens totaal ongevaarlijk voor mensen. Kijk, ze zwemmen in het water en als ze jou zien, kijken ze eerst altijd even aan. Een klap op het water met een staart om aan te geven aan de rest van de familie. Zo van, er is iets vreemds. En dan zwemmen ze weg. Dus geen gevaar? Geen enkel gevaar. Gelukkig maar. Carolien Beelen die won 3 maanden winkelruimte in de Zadelmakerstraat in Almere. En wij hebben haar in die tijd gevolgd. Want wat komt er allemaal bij kijken als je een winkel wint? Vandaag in onze miniserie Klussen in de winkel. Ik ben dus nu druk aan het inrichten. Ja, nog een paar dagen en dan gaan we open. Dus we zijn met de laatste inrichting bezig. Mijn ouders zijn achterin bezig met schoonmaken, lijstjes ophangen. En ik hou me bezig met de luiers. Vind je het nou leuk dat je mag schilderen in de winkel van je dochter? Of had je liever wat anders gedaan?
Ik had eigenlijk alleen maar vrijgehouden vandaag om haar te helpen. Dus vandaar dat het maakt mij niet uit hoe ik doe, maar het moet allemaal netjes worden. En dan wordt het ook. Ben je een beetje trots op, hè? Zie me niet glimmen. Apentrots. Ik zie dat je je eigen kinderen hebt meegenomen. Ja. Ja, er komt achterin gewoon een speelhoek en een verschoonhoek. En mijn kinderen zullen meegaan. Maar als andere mensen hun kinderen meenemen, is dat ook helemaal gezellig. Het is ook wel een teken dat je het gewoon eigenlijk heel erg druk hebt. Dat je ze niet even ergens kon onderbrengen. Had gekund, maar ik heb ze al de hele week weinig gezien. Dus ik vond het ook wel gezellig als ze meegingen. Ze zijn gelukkig de moeilijkste niet. Ze vermaken zich hier ook, dus ze kunnen gewoon mee. Als Jesslyn in de winkel blijft tenminste. Ja, in alle eerlijkheid is zo'n onderneming heel erg lastig om dat vanaf niks op te bouwen naar een gezonde onderneming waar een ondernemer ook gewoon echt zijn centen in kan verdienen. Om 11 uur komt de wethouder om het officieel te openen hier. Spannend. Ja. Ja, gezonde spanning, vrolijke spanning. Ja. Dan wordt het echt. Ben je een beetje tevreden over de winkel? Ja, ik ben hartstikke tevreden over de winkel. Er kunnen nog altijd meer bij. We hebben nog niet overal de prijsjes kunnen plakken, omdat er echt deze week nog nieuwe dingen binnenkwamen. Maar daar hebben we vast volgende week en die weken daarna genoeg tijd voor. Sta je op de dag van de opening nog even gauw te plakken? We hebben nog een actie bedacht. Bamboe Baby steunt Baby zonder grenzen, het project van Artsen zonder grenzen. Dus we kregen van de week onverwacht nog wat materiaal binnen. Een rompertje en vlaggetjes en een poster. Dus ik dacht, nou, als we nog tijd hebben, dan plakken we die nog even op. Je moet wel opschieten. Het is killing. Maar als het eenmaal 11 uur geweest is en iedereen heeft koffie, dan ga ik relaxen en genieten. Ja. Je maakt geen enorme berg afval. En je bent ook nog goedkoper uit. Ik snap niet waarom dit geen succes gaat worden. Dit gaat namelijk een succes worden. En de openingshandeling bedachten wij, want dat hoort er wel bij dat je gewoon zelf je luiers was, dat ik deze luier symbolisch hier op zou hangen. Dus bij deze winkel geopend. Het is vrij stil in de winkel. Het is toch nog wel een lastig product voor mensen om toch naar binnen te stappen. Mensen die langslopen of die naar binnen komen, die wisten dat we kwamen. En echt het winkelend publiek heeft nog wel wat moeite om naar binnen te stappen. En dit was Flevoland voor vandaag. Zometeen Robert de Vries met het weer. En hij waarschuwt alvast voor de avondspits van morgen. Want het kan dan glad worden. Voor nu, dank voor het kijken. Fijne avond en tot morgen.